De bewaringstoestand is eigenlijk opmerkelijk. Die is eigenlijk volledig intact, dus de drukromp is intact. Zelfs deel van de buitenhuid. De toren staat er nog op en het schroef, als ook het voetstuk van het kanon. Dus eigenlijk, in vergelijking met de andere wrakken, is die heel goed bewaard. De type duikboot, UB2-type, heeft een bemanning van 1 officier en 22 manschappen. Dus dat weten we zeker, dat er 23 aan boord waren. En het feit dat de luiken allemaal toe waren en er een zware schade is aan de boeg, kunnen we dus aannemen dat alle opvarenden gesneuveld zijn. Waarom niet? Omwille van mogelijk vandalisme, mensen die gaan duiken om souvenirs, schattenjagers. Er zijn nog 23 mensen aan boord en zolang dat de beschermingsprocedure niet is afgerond, gaan we die niet vrijgeven waar het duikboot exact gelegen is.